We hadden vanmorgen Eblis Gabriel Oliveira, een Uruguayaan, een ervaren gaffer. Die hadden we hier en nou, samen met jou natuurlijk. Dat is toch het hart van de film in mijn beleving. Dus de camera, het oog, het licht wat je geeft en de uitsneden die je maakt. Ja, dat maakt een film, hè. Dat maakt een film. En afgezien van de spelers, want als je geen geloofwaardige spelers hebt, dan is het natuurlijk ook niks. Maar je moet daar waar je het kan beïnvloeden, moet je het goed doen. Dus we hebben met Eblis denk ik wel een zeer ervaren gaffer binnengehaald. En het is gewoon geweldig, want zo'n jongen die doet het ook voor niks. Ja, hij mag hier slapen en dan krijgt hij wat te vreten. En voor de rest, that's it. Maar het voelt goed. Ja. Dus ik ben langzaam aan het bouwen met mijn team. En het leuke is, morgen in de audities gaan we ook kennis maken met Mike. Mike is de editor. En heeft ook een filmisch beeld van dingen. Dus die zou je bijvoorbeeld bij wat hele mobiele camerabewegingen, zouden die als een second unit operator kunnen inzetten. Maar het is fijn om keuzes te hebben, man. Ik hou van plan B. Okay. Plan B weer. Over, ja. Morgenavond gaat gebeuren met de kast. Oké. Nou, we hebben eigenlijk voor twee rollen hebben we eigenlijk een casting in het leven geroepen. Dat is niet de hoofdpersoon, want de hoofdpersoon dat is ook de scriptschrijfster. Dat is Judith Hofstede. En ja, die is onomstreden eigenlijk. Maar haar man, Mike, daar hebben we twee kandidaten voor. Die willen we dus zien. Ik wil zien op het beeld van ja, hoe oogt dat? Hè? Wie oogt het beste? Dus ik heb visuele informatie nodig. En natuurlijk, ja, in mijn beleving, een van de belangrijkste figuren in de film is buiten de hoofdrolspeelster, is Tefu. Tefu Bahati. En dat is de vluchteling. Ja, en daar hebben we eigenlijk twee kandidaten voor. Dat is een Zuid-Afrikaanse acteur, Sukisa Nante, maar die komt uit Antwerpen. En iemand die heb ik op straat gespot. Dat is heel mooi. Ik liep in de Action in Delft. En ik dacht van, die zou zo in mijn film kunnen spelen, die man. Dus op een gegeven moment, ik heb hem wat geobserveerd. Toen was hij op een gegeven moment bij de kassa voorbij. Toen sprak ik hem aan. Toen zei hij dat hij, waar hij vandaan kwam, het is een Senegalees. En hij was filosoof en had nog geen acteerervaring. Maar hij zei dat hij dat wel kon. Dus ik ben benieuwd. Ik vond wel dat hij een beetje binnensmonds praatte. Dus ik weet niet of hij zich kan laten regisseren dat hij rustig moet praten en moet articuleren. Dat weet ik niet. Dus dat gaan we morgen zien. Lastig. Om het hier te doen? Ja. Moet ik even bellen? Ja, doet het pijn? Nee, het doet geen pijn. Neem na de toon uw bericht op. Let op.